Skrull Rescue. Start met het identificeren in welke lijnen het slachtoffer hangt. Ga omhoog in het slachtoffer zijn ASAP-lijn en plaats je backup op het slachtoffer zijn crawl-lijn. Eenmaal aangekomen bij het slachtoffer, plaats je een nieuwe backup boven het slachtoffer zijn crawl en verwijder je jouw huidige backup. Stijg vervolgens een stukje verder omhoog om overzicht te creëren. Plaats de lijnen netjes aan de kant zodat je een juiste rope management hebt. Plaats een lange connectie aan het slachtoffer zijn D-ring en een korte connectie aan de rugzijde van jouw afdaalapparaat en aan het A-punt van het slachtoffer. Verwijder nu het backup-apparaat van het slachtoffer. Dit kan zowel vanaf de borst als op de ASAP zelf. Vervolgens stijg je een stukje omhoog. Je pakt een sling van 1,20 meter lang. Maak deze vast aan de slachtoffer zijn borstpunt. En let daarbij op dat je het stiksel aan het uiteinde houdt. Haal deze sling door de karabine van de slachtoffer zijn handstijgklem. En verwijder de kousdeel van het slachtoffer zijn handstijgklem. Dit om te voorkomen dat je hier uiteindelijk in komt te hangen. Zorg ervoor dat de sling netjes loopt. Zonder gekke draaien erin. Stijg zo hoog mogelijk, waardoor je zo min mogelijk hoeft te takelen. Verwijder al het overbodige, zoals jouw eigen handstijgklem. Ga staan in de 1,20 meter sling. En zodra je hierin gaat staan, omhels je beide lijnen voor je neus. Deel het slachtoffer een klein stukje omhoog. Je opent de crawl en je laat hem rustig weer zakken. Verwijder nu het slachtoffer zijn handstijgklem door hem terug te plaatsen aan zijn harnas of aan je eigen harnas. En plaats in je afdaalapparaat een wrijvingskarabiner. Dit kan tevens ook aan de zijkant van je gordel. Kijk of de ASAP niet blokkeert en daal af met het slachtoffer naar beneden.